Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan dit keer weer met een bezoeker kijken wat zijn of haar favoriete plekjes is in Disneycraft. En wie is dit keer aan de beurt? Wat zit je nou ook in mijn oor te likken, Beer? Ik weet dat jij dat... Ja, ik weet dat dat fijn is dat beren dat graag doen, maar niet de hele tijd in mijn oor zitten sabbelen. Want ik heb dan wel lange oren, want ik ben namelijk ook een konijntje. Maar ik wacht hier op iemand en het is een jongen in ieder geval. Even kijken hoor. Nee, ik weet niet of jij een meisjesvarken bent of een jongetjesvarken. Maar goed, even kijken hoor. Hij zal hier wel ergens moeten zijn. Oh, hij staat hier bovenop. Duco! Hey! Hallo Duco! Hallo Vincent! En, oh, ik zie dat jouw favoriete item een haak is. Ja. En jij hebt in je hand volgens mij een replica, of een replica van kapiteins haak. Ja, dat klopt. Dat is sowieso mijn favoriete item. Oh, nou dat is heel tof om te horen. En, nou, zullen we maar gaan? Ja. Want ja, als jij zegt van mijn favoriete plek is bij Ratatouille, dan duurt de video daar een half uur natuurlijk, hè? Nee, ik ben erg benieuwd. Ik loop achter je aan. Ik moet achter je aanlopen, want ik loop weer voor je. Dat heb ik heel snel de neiging dat ik dat doe, hè, bij mensen. Dan, alsof ik weet welk plekje jij... Nou ja, weet je, de route is meestal standaard. We gaan meestal zo door hier langs. Nu gaan we een keer de rechterkant op. Vorige keer was het links en dan gaan we door de Main Street naar het kasteel. En dan is het spannend. Want ja, als je naar rechts gaat, zou het iets in de haven kunnen zijn of in het piratengebied. Maar als je naar links gaat, dan zijn er nog tienduizenden mogelijkheden. Dus ja, dat is altijd een beetje... Die afslag is spannend voor mij, weet je dat? Ja, dat is echt de cliffhanger. Dat is echt de cliffhanger. Eigenlijk moet de video een keer stoppen daar. Dat mensen gewoon niet kunnen wachten of jij naar links of rechts gaat. Dat zou toch mooi zijn? Ik loop weer voor je. Ik moet het afleren. Voor mij loop je wel snel. Ja. Want jij bent, jouw skin is van Banjo-Kazooie, klopt dat? Ja. En waarom heb jij deze beer gekozen? Ik heb dit spel helemaal uitgespeeld op de Xbox. Het is sowieso mijn favoriet spel, ook voor op de Xbox. Ja. Het is dus een beetje een platformspel. Ja, je moet een soort van voertuigen bouwen en een heks verslaan. Een heks verslaan, oh jee, dat klinkt al heel liguber. Maar dat is het niet, hè? Het is heel kindvriendelijk. Kijk, en dit is die afslag. Dit is die bekende afslag. Want je kan naar voren, maar dan zou je dus nog naar links kunnen gaan, naar de Space Mountain. Maar als je hier al gelijk naar links gaat, dan zou het inderdaad verder in het park kunnen zijn. En dat is voor mij waar jij nu de richting op gaat. Ja. Maar je zou ook ineens een twist kunnen doen, hè? Een bochttwist. Ik weet niet of dat echt bestaat, maar in ieder geval dat je in één keer de hoek omgaat. Nee. Maar wist jij dat jouw skin ook bekend voorkomt bij reclame? Stampy Longhead, mijn favoriete Minecraft-YouTuber, die heeft dan ook video's, maakt hij natuurlijk. En die heeft de Xbox-video's, maakt hij. En dan ben jij Lee. Jij bent Lee Bear. Oh ja inderdaad. Ik heb wel eens een keer zijn video gezien, ja. Ja, die heeft ook van lekker van die kakwangen. En gewoon zo'n lekker kopje, zo'n lekker berenkopje heb jij. Ja. Maar die heeft dan meestal voor mij ook van die gouden boots aan. Of van die diamond boots heeft hij aan. En jij draagt gewoon... Je hebt bronzen boots, hè? Nee, ik heb de leather one. Oh, kan je die eens uittrekken? Want ik wil even kijken of jij ook teentjes hebt onder die berenvacht. Oh, je hebt gewoon... Kijk, dat is ook netjes, toch zo? Ik heb geen schoenen, sorry. Nee, je hebt geen schoentjes. Nou ja, je mag ze... Ja, als je wil, ik weet niet hoe koud het is. Het valt mee met de temperatuur in Disneycraft. Ik zou je niet langer ophouden, want stel je voor, heb je dadelijk iets in Arabische thema? Dan duurt de video wel even natuurlijk. Ja, de mensen zien aan de lengte misschien wel, misschien is het wel in de buurt van de Indiana Jones. Ik weet het niet. Ik zou ook niet kunnen gokken waar jij... Want jij hebt voor mij iedere keer een nieuw favoriet plekje, heb ik het gevoel. Klopt dat? Ja, ik ben heel Disneycraft al eens een keer langs gegaan. Kijk, dat bedoel ik. En wat is jouw favoriet? Dat is altijd de vraag, hè? Een beetje laat misschien, maar wat is nou jouw favoriete attractie van het park? Eigenlijk is het wel de Ratatouille. Dus als ik daar naartoe zou gaan, dan zou de video inderdaad wel lang duren. Ja, nee, maar de Ratatouille is inderdaad jouw favoriet. En waarom is dat je favoriet? Ik vind het super leuk gethematiseerd. Het is ook mijn favoriete film, dus dat geeft wel een leuke connectie. Dus als je de film nog niet hebt gezien, dan krijg je met Duco te maken. Ja, zijn echte naam is Duco en zijn nicknaam is dan Duke Le Cuc. En hoe kom je aan Duke Le Cuc? Is dat weer een afkorting van een haan die je hebt of zo? Ja, vrienden schreeuwen het heel vaak naar mij. En waarom sta jij stil hier? Dit is mijn plekje. Is dit serieus? En is dat dan beneden of boven? De hele toren. De hele toren. Nou, zullen we dan maar gewoon boven gaan? Dan hebben we gelijk mooi uitzicht. Ik vind dat wel een heel leuk plekje. Heel origineel. Maar deze is toch niet zo heel lang? Deze toren bestaat nog niet echt heel lang, hè? 2.0, denk ik. Ja, zoiets. Ergens staan? Klopt. En hier is ook een achievement. En hier hebben we Eiko Bacon. Jij zit hier ook gewoon te genieten van het uitzicht, Robin. Ja.
Kijk eens, ook een beren. Is dit een berenplek? Of valt dat wel mee? Voor iedereen is het. Ja, ik zie het al. Ja, nee, genoeg beren komen hier. Nee, ik vind het een heel mooi plekje. Nou, ik bedank je voor meedoen, Duco. Ik hoop dat je het leuk vond. Dank gedaan. Het is altijd leuk om op mijn favoriete plekje te komen. Ja, absoluut. En ik hoop dat jullie hier ook snel verschijnen. Want hier is nog die achievement, hè. Mooi uitzicht. Tof. Nou, iedereen zwaai me uit. En dan gaan we vaarwel zeggen. Vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En tot de volgende keer. Doei, doei. Doei.